Ja, ze zeggen wel eens de jeugd heeft de toekomst en dat blijkt maar weer, want vanavond wordt voor het derde jaar een nieuwe kinderraad gepresenteerd en ik ben heel benieuwd wie de nieuwe kinderburgemeester komt en wat zijn plannen zijn voor Assen. Sepp, gefeliciteerd. Kinderburgemeester, hoe voelt het om dat zo te zijn? Ik vind het hartstikke fijn. Ik ga veel plezier hebben, denk ik, dit jaar. Ik heb plannen, ideeën om kinderen een leuker gevoel te krijgen in Assen zelf. Bijvoorbeeld, ik wil zeker dat Assen meer bekend wordt in Nederland. Ik vind dat Assen ik vind dat die meer gewaardeerd moet zijn, omdat het zo'n superleuke stad is. Ik wil tv-programma's uitnodigen om hier op te nemen. Zijn er ook dingen die je hebt geleerd van de oud-kinderburgemeester? Heeft ze jou tips gegeven? Ja, je moet het gewoon doen. Als je er bang voor bent, gewoon doen. Het is helemaal niet zo heel eng. En heb je nog een laatste oproep aan de kinderen die misschien kijken voor Assen? Veel plezier dit jaar! Ik ben jullie kinderburgemeester. Marco Oud, burgemeester van Assen. Zojuist is de derde kinderraad geïnstalleerd met de nieuwe kinderburgemeester. Ja, hoe mooi is het eigenlijk dat kinderen zich inzetten voor Assen? Nou, het is echt ontzettend mooi. Ik vind het stiekem, maar daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Eigenlijk haast de leukste vergadering van het jaar. Maar als je dan de kopjes van de kinderen ziet, sommigen nog een beetje gespannen. Ja, en wat voor dingen hebben de kinderen zoal gedaan? Want je zegt, oh, dat heeft me eigenlijk verbaasd in de afgelopen jaren, de vorige edities. Ja, het is voor onderwerp een beetje verschillend. Soms is het echt zelf aangegeven. Wat je ziet, een thema wat steeds heel belangrijk gevonden wordt, is dat ook kinderen bijvoorbeeld met een beperking wel goed mee kunnen sporten. Ze hebben zich echt voor ingespannen om dat te doen. En met de herinrichting van het Koopmansplein heeft ook de kinderraad daar een belangrijke rol in gespeeld. Je gaf net in je toespraak al aan, kinderen hebben de toekomst. Ook hier in Assen hopelijk. Hoe ziet die toekomst van de jongeren eruit? Gaan jullie, denken jullie, veel aannemen van die kinderen? Nou, dat is wel dat doen we wel met de kinderraad. Je merkt ook dat voor de iets oudere jeugd de gemeenteraad ook hard bezig is om daar ook dingen te verzinnen, hoe we die kunnen betrekken. Uiteindelijk moet je altijd een afweging maken van heel veel belangen, maar dat is wel goed om te weten hoe bepaalde groepen erover denken. En zeker hoe de jonge jeugd erover denkt. Fieke, jij bent oud-kinderburgemeester. Je hebt de ketting overgedragen, de Amstketting. Ja, hoe was het eigenlijk vandaag? Ja, heel bijzonder. Want ik heb natuurlijk bijna een heel jaar die ketting voor mezelf gehad. Het was wel moeilijk om te zien hoe nu iemand anders je had. Maar ik gun het hem echt. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen de kinderburgemeester? Heb je hem goede tips gegeven? Of hoe heb je hem voorbereid? Ja, tips natuurlijk. En uitleggen wat hij gaat doen. Maar natuurlijk komen er weer helemaal nieuwe, bijzondere dingen dit jaar op zijn pad. Maar hij had er heel veel zin in en ik heb hem heel veel succes gewenst. En waar kijk je het meest positief op terug? Wat is het leukste wat je hebt kunnen doen? Eigenlijk alles wel. Alles waarbij ik mocht helpen was wel heel bijzonder. Dus dat waren gewoon de raadsvergaderingen, maar dat was ook Sinterklaas welkom heten of nieuwe stukken in Assen openen.